Nou wil het toeval dat u iets bijzonders heeft gevonden. Ik wist al dat hij het had, maar ik mocht er nooit in kijken. Wat was dat dan? Dat was een doos vol met brieven aan hem en van hem aan anderen. En daarnaast nog een stapeltje dagboeken. En uit welke tijd stammen al die dagboeken? Die stammen voor een groot deel uit de Tweede Wereldoorlog. Wat trof u aan? Ja, toen hij overleden was, toen mocht ik ze dus inkijken. En toen trof ik daar eigenlijk het verhaal aan van iemand die de Tweede Wereldoorlog doorkomt. Als ik het nu voor de zoveelste keer doorlees, dan springen me nog bijna de tranen in de ogen. Dat ik denk van, hoe bestaat het dat het allemaal kon? Op 1 januari 1945, namelijk juister gezegd in de nacht van 1 op 2 januari, om 1 uur kwam Ricky op mijn kamer me uit de slaap halen met de woorden: Gerard, er zijn Duitsers in huis, je moet opstaan. Daar kwam zo'n blonde Germaan mijn kamer binnen. Snel, snel, naar unten. Toen ik zittend op de rand van mijn bed naar hem opkeek, zag ik recht in de loop van een machinepistool. Toen ik dit las ook, herinnerde ik mij ook later dat ik hem wel eens in de zwembroek had gezien met allemaal strepen op zijn rug. Diagonaal over zijn rug. En ik had me eigenlijk ook nooit afgevraagd wat het was. En hij wou er ook nooit over vertellen. Maar hij is dus met zwepen en karwatsen bewerkt om hem tot een bekentenis te dwingen. Aan jou, Joop. Ik hoop dat je het met plezier en met verwondering ook, denk ik, leest. Gerard begon zijn journalistieke carrière in 1934 bij drukkerij Lulof. Nou, dat is wel mooi. Ik moest geregeld daar naartoe om kopie te brengen. Dit krijgt een plek bij al die andere documenten die we hebben. En we zetten het achter slot en grendel. Gerard heeft ons eigenlijk de weg gewezen naar alle sporten. En alle spelletjes die je zelf bedacht, die we samen bedachten. En hij maakte speelgoed voor ons, zei, geweldig. Vader schreef veel en heeft alles heel veel gedocumenteerd. Ik wist dat mijn oudste broer Gerard, die daar mee aan het schrijven was, heel getrouw elke week bij mijn vader op bezoek om hem min of meer uit te horen, zeg maar. En met hem alles door te nemen over wat hij allemaal kwijt wilde nog over zijn leven. En dat er inderdaad tijdens de oorlog ook wel het een en het ander heeft plaatsgevonden. Waar hij toch wel wat heldendaden heeft verricht.